Hey, goedemorgen. Het is nu zaterdagochtend 12 maart. Ik praat met je zacht, want het is 6:30 's morgens. Vandaag gaan we de vlog voor Sarah opnemen. Kijk nou. Vandaag gaan we de vlog van Sarah opnemen en dan gaan we naar Zutphen. Vandaag begint het. Maar. Kijk. Embertje. Vandaag begint de boekenweek. Dus we moeten een beetje vroeg in de boekhandel zijn om te kunnen filmen. En dat is prima. Maar wel vroeg. Heel vroeg. De vragen liggen klaar. Mijn tas is ingepakt. Dus ik heb nog even. Wow, ik denk 40 minuten om even het opeten en dergelijke. En dan spring ik op de fiets, want mijn OV-kaart is leeg. Dus dan fiets ik naar het station en dan zie ik Katja, zie ik in Arnhem. En dan zijn we rond een uur of 9:10 in Zutphen. Spannend. Embertje, ga je ook mee? Ga je ook mee, Embertje? Ja, hoor een vrachtje. Hi. Goedemorgen. Ja, dit is mijn boekenkast. Goedemorgen, het is vandaag 12 maart en ik ga elk moment naar het station lopen. Op het station zal ik helaas niet Emmy aantreffen, want zij zit in een rechtstreekse trein naar Zutphen. Maar gelukkig gaat mijn trein via Arnhem en op Arnhem dan stap ik over in de trein waar Emmy ook in zal zitten. Vandaag hebben we een draaidag in de boekhandel. Sarah zal daar zijn. Sarah is een debutante bij Best YA. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. We zullen het zien in de boekhandel. Goedemorgen. We zijn op het station. Het is heel rustig. De trein heeft een beetje vertraging. We zijn op weg. Oké, ik heb dus like. Ja, je hoort het nu. City naar Os, Nijmegen, Arnhem, Dieren en Zwolle van 7:44 vertrekt over ongeveer 10 minuten van spoor 3B. Dat dus. Dus ik dacht ik ga lezen. Dit boek. Eiland in de Mist of De Hoop van Avalon. Ben ik een boekenlegger vergeten. Ik heb normaal gesproken altijd een hele stapel mee. Maar vandaag niet. En hoe komt dat? Gisteren was ik een werksleutel mee kwijt. En toen dacht ik, oh, ik haal mijn hele tas leeg, want waarschijnlijk zit hij daarin. Nou, niet dus. En al mijn boekenleggers liggen eruit. En ik heb ook geen boekenlessen. Normaal gesproken pak ik van het boek wat ik lees, daar de boekenlegger van en plop in het volgende boek. Maar dat is mislukt. Oh mijn god, er komt de trein aan. Of is het een andere? Nee, het is mijn trein. Oh, toch? Ja, wat huilen ze dan dat hij vertraging heeft? Nou, het zal wel. Top! Grapje. Moet naar een ander spoor. Ze hebben ze veranderd. Echt, heeft mij vast in mijn tas. Kijk, we staan hier voor een kei mooi hout poortje, want Zutphen is oud. We gaan nu naar de boekhandel. En ik hoop dat hij hier nog vlakbij is. We zijn bij Boek en Bureau. Jazeker, we zijn er zeker klaar voor. Hebben jullie vragen? Goed. Komt helemaal goed. Ik heb er ook zin in. Ik heb er ook zin in. En dat is de stoel waar Sarah zo gaat zitten. Waarom is dit jouw favoriete boekhandel? We zijn hier bij Boek en Bureau. Maar jij hebt aangegeven dit is jouw favoriete boekhandel. Mm-hmm. Kan je ons vertellen waarom dit jouw favoriete boekhandel is? Ik denk dat dit mijn favoriete boekhandel is omdat hij heel groot is. Het is heel fijn, een grote kinderafdeling en ja, daarom ben ik. Mooi antwoord, dankjewel. En wat is jouw lievelingsboek? Staat hier toevallig bij? Nou, weet je, ik heb niet echt een lievelingsboek, denk ik. Ik vind het heel veel leuk, maar ik zit er vooral in periodes. Soms vind ik het echt heel leuk om echt een romantisch boek te zoeken. Dus bijvoorbeeld deze, Fatale Liefde van Carice Lee, ja. Bijvoorbeeld. Maar soms vind ik het ook echt heel erg leuk om Beckman te gaan lezen. Maar dat ligt echt heel erg aan
aan de feeling. Ja, en wat is jouw feeling voor momenteel? Wat is jouw favoriet momenteel? Ik denk de Rosie Project. Ja, die ligt hier niet bij. Die ligt bij de volwassenen. Het is wel een heel tof boek overigens. En welk boek inspireerde jou het meest voor het schrijven van dromen? Oh jeetje. Geen idee eigenlijk. Ik weet het niet. Iets anders wat je heeft geïnspireerd? Muziek, film, tv-serie? Nee. Gewoon helemaal uit jezelf. Ja. Goed man. Nou, dat waren ze geloof ik. Ja. Dankjewel. Of maak het op. Hou gewoon eens bij je. Zet het eigenlijk aan kort. Doei! Goedemorgen, het is rond 7:30, het regent een beetje, maar het is al licht, dus dat is fijn. Het is nu maandag 21 maart, vandaag begint de lente, officieel. En ik ben nu onderweg naar Houten. Ik heb daar voor deze vlog de interview met Suzanne en met Esther. Ja, ik heb er heel veel zin in. Oh kijk, kijk, eentjes. Oh. Kei lief. Nou, ga nu naar de bus toe en dan zie ik je dus meteen weer. Het is 21 maart en ik ben op dit moment op stage, maar tevens is dit de plek waar wij draaidag 2 hebben voor het boek van Sarah Dromen. We gaan elk moment de uitgever interviewen en de vertegenwoordiger. En Emmy komt er zo aan, dus die ga ik nu ophalen. Yes, ik ben bij de uitgever. Ik ga zo naar binnen. Ik ben mooi op tijd. Gaan we lekker aan de slag. Contract voor haar eerste boek. En nu ligt Dromen, haar debuut, in de winkel. Namens Emmy en mij wil ik uitgeverij Unibook het Spectrum bedanken voor deze ongelooflijke leuke samenwerking. En als jij nou meer vragen hebt over debuteren, kijk dan gerust naar onze andere video's. Maar is jouw vraag nou niet beantwoord, stel die dan reacties hieronder. En wij hopen je snel weer te zien. Doei!